Als eerste ondernemer is Paulien Zweers met haar kledingwinkel met steun van de gemeente Bronckhorst verhuisd naar het centrum van Hengelo. De gemeente wil de winkels meer centreren in het gebied rond de kerk en heeft daarvoor meer dan een ton beschikbaar gesteld. Nou ja, ik ben 3 jaar geleden begonnen aan de Spalstraat in een klein winkeltje en dat was prima. Maar mensen konden me moeilijk vinden en toen kwam dit pand, stond eigenlijk al een tijdje vrij. Toen dacht ik ja, waarom zou ik niet gaan verhuizen? Zweers liet zich verleiden, mede door de eenmalige bijdrage van 15.000 euro en verplaatsen naar het pand bij de kerk. Het is eigenlijk gewoon de perfecte locatie. Ik zeg eigenlijk meer een OA-locatie. Je zit lekker tussen de horeca, parkeerplekken voor de deur, geen inrichtingsweg. Ze kunnen van alle kanten erin. Grote etalage en het is ja, lekker overzichtelijk hier. Bronckhorst ziet Zweers als voorbeeld. Want om Hengelo interessant te houden, moeten de winkels dichter bij elkaar komen in het centrum. Nou, wat we heel graag willen in de kern is dat er meer winkels bij elkaar komen en dat we leegstand gaan voorkomen. En daarvoor hebben we ondernemers een aanbod gedaan. Als ze dit jaar nog verhuizen naar het centrum, dan kunnen ze daarvoor een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Ook is een centrumregisseur aangesteld die ondernemers helpt bij de verhuizing. Ook probeert deze persoon andere ketens te verleiden tot een intrede in Hengelo met een zogenaamd bidboek. En daarin hebben we beschreven wat de kansen zijn die hier liggen. Hier in Hengelo, maar ook in Zelhem. En met dat bidboek gaan we de boer op. We hebben een centrumregisseur die ook contacten heeft buiten deze dorpen. En die kan ondernemers interesseren om hier toch een winkeltje te starten of een kleine daghoreca te starten. En op die manier weer wat nieuwe invulling te krijgen in het centrum. En wat zou jij bijvoorbeeld graag als buurman of buurvrouw willen? Ja, zoals je tegenover zit, Schreudenkwartier, daar hebben ze pas appartementen in gemaakt. En het oude pand waar ik in zat was vroeger een boekhandel. En hoe vaak ik wel die mensen binnenkreeg, die zeiden tegen mij van, goh, waar is de boekhandel? Ik zei, ja, daar sta je nu tegenwoordig in, maar het is een dames- en herenkledingzaak geworden. Dus ik denk, een boekhandel of een VVV-kantoor of in dat, ja, dat segment, zeg maar, zou echt wel goed zijn hier voor sowieso voor Hengelo en voor toerisme ook. Ik hoop juist dat kleinere bedrijfjes die ook passen bij het dorpse karakter wat we hier hebben. Dus kleine winkeltjes, daghoreca, waar je gezellig op het terrasje gaat zitten, even nog winkelen. En het moet dat ontspannen karakter hebben wat hoort bij een dorp als Hengelo.